Leuk dat je naar de Nieuwvoer-podcast luistert. De podcast over het hoe, wat en het waarom van de landbouwtransitie, ons voedselsysteem en de biobased economy. Ik spreek met pioniers over hun lessen en inzichten, hoe de natuurwetenschappen, hun visie over de toekomst en hun ondernemerschap eruit ziet. Mijn dank gaat uit naar alle donateurs van de Petje Af _Nieuwvoer Community die maandelijks met een kleine bijdrage Nieuwvoer vooruit helpen. Dank jullie ontzettend. Laat merken dat je Nieuwvoer inspirerend vindt door ook als donateur via Petje Af _Nieuwvoer je aan te melden. En tot slot een hele grote dank aan de vrienden van Nieuwvoer die ervoor zorgen dat ik deze podcast kan produceren. Dat zijn Priva en Greenport West-Holland. Super bedankt dat jullie Nieuwvoer vooruit helpen. En dan gaan we nu starten met de podcast. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jullie ontzettend veel luisterplezier. Dag Michiel. Dag Alexander. Vanuit het mooie Laren ben je naar Rotterdam gekomen vanavond. En het is eigenlijk voor mij een grote eer dat ik je te pakken heb gekregen. Ik ken Italië een klein beetje, zeker Piemonte en de Slow Food Movement. En toen ik in jouw LinkedIn zag dat je ook op de Universiteit voor Gastronomische Wetenschappen doseert, dacht ik, het is iemand die heel veel weet van voedsel. Ja. Daar ook een mening over heeft. En vandaag zit je hier bij mij, dus dank daarvoor. Ik heb Michiel uitgenodigd omdat we het vandaag gaan hebben over ethiek, een sociale component en een culturele component. En dat schijnt allemaal heel dicht bij elkaar te zitten. En jij hebt eigenlijk sinds jouw afstuderen ben je de voedselwereld ingedoken en ben nooit meer uitgekomen. Nou, niet helemaal sinds mijn afstuderen. Het is wat langzamer gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk ook voor mijn afstuderen was ik al bezig met democratie. Democratietheorieën, dat is iets wat ik nog steeds vast heb gehouden. En die interesse voor landbouw is eigenlijk begonnen via het milieu. En dan de Club van Rome, 72. Ja. Het boekje Grenzen aan de Groei. Ja. Dat was voor mij wel een eye-opener. Dus toen ben ik ook wat meer naar buiten gaan kijken. In welk opzicht? Want er zijn niet iedereen kent dat boek. Dat is toch eigenlijk wel het begin van de aarde heeft eigenlijk een eindige hoeveelheid voorraad van dingen, van spullen, van processen waar mensen van afhankelijk zijn. Mm-hmm. En je kunt daar op een hele verschillende manieren over denken, over die voorraad. Je kunt denken van dat kunnen we nog goed gebruiken. Maar je kunt ook zeggen van dat moeten we intact laten. Maar in ieder geval, dat was vanaf 72 eigenlijk al dat punt. En toen dacht ik nog niet zozeer aan voeding, hoewel voeding in de grens aan de groei ook wel een beetje een rol speelt. In de zin van, blijft die bodem wel goed? Kunnen we nog wel voldoende oogsten? Maar eigenlijk meer niet zo. En pas in toenemende mate ben ik me voor landbouw gaan interesseren. En ik moet eerlijk zeggen, in het begin me ervoor interesseerde, toen dacht ik toch ook nog van, in de lijn zoals je de ecomodernisten erover spreken, van, we hebben kunstmest nodig, we hebben pesticides nodig. Want inderdaad, al die klotenbeestjes, die vreten onze oogst op. Huh? Ja. Laatst werd dat ook nog opnieuw. In het NRC was het weer opnieuw. Twee deskundigen zeggen, natuur is oorlog. En we moeten ons ertegen verdedigen. Dus dat betekent spuiten en stevig er tegen tekeer gaan. Dus dat was zo 30 jaar geleden. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen. Wat betekent dat eigenlijk? Kunstmest en pesticiden. Dus chemische gewasbeschermingsmiddelen. En hoe langer hoe meer werd mij duidelijk, Het is verkeerd. Het gaat niet goed. Mm-hmm. Kunstmest is heel goed voor de wortels. Dus de wortels vinden het heerlijk. Dus daarom kun je ook nog steeds goede oogsten hebben met veel kunstmest. Maar voor de bodem is het desastreus. Het bodemleven met name, dat gaat eraan. Vanwege allerlei redenen. Daar kunnen we misschien straks nog wel even wat nader over praten. Dus één voor één kwam ik erachter dat die verschillende opvattingen, dus ook dat het steeds grootschaliger moet worden, dus dat de boeren steeds meer land, steeds meer hectare met machines moeten bedienen, kwam ik ook erachter, daar is een grens aan die grootschaligheid. Dat hangt natuurlijk van de geografische omstandigheden, van culturele omstandigheden af. En ook in toenemende mate werd mij duidelijk, eigenlijk vooral ook met mijn kinderen,
dat zul jij misschien ook nog wel met je jonge kinderen, met je jonge zoon meemaken. Kwam ik erachter, de voeding is iets, eigenlijk iets waanzinnig belangrijks in het leven van mensen. He, je kunt natuurlijk in je eentje gaan zitten snacken en zo. Maar ja, dan is het ook weer heel snel voorbij. Maar juist die gezamenlijke maaltijd en het koken en het voorbereiden daarvan, dat zijn kerndingen. Voedselvaardigheden noem ik dat. En dat is ook dus zeg maar wat in toenemende mate mee... Het is zelfs zo erg dat je in de supermarkt letterlijk alle verpakkingen gaat lezen om te zien in hoeverre er vals gespeeld wordt met zout en suiker. Ja. Ja. En je wordt helemaal, ja. Koekoek. Ja. Ja. Dus vaak staat het er niet eens op. Hè? Dus bij vlees bijvoorbeeld staat er niet bij hoeveel zout en hoeveel suiker erin zit. Maar er zit dus zout en suiker. Ja. Nee, dat is zeker zo. En daar word je... Ja. Dus gewoon geen fijne reis. Ja. Maar mijn ontwikkelingsgang is dus echt inderdaad... Is eigenlijk zoals het een plant is. Het is dus één voor één, stap voor stap. Is mij steeds duidelijker geworden... Het roer moet om. Deze woorden, het roer moet om, dat is niet eens iets van mij. Hè. Dat heeft Carola Schouten, onze vorige minister, die begon daar al mee. Dat was een van de eerste visiestukken. Het roer moet om. Ik dacht, dat kwam helemaal bij mij. En, ja, klopt. Ja. En dan ga je filosofie, sociologie en Duits studeren. Ja, dat was dus vooral eigenlijk vanuit die eerdere... eerdere motivatie van mij, democratietheorieën. Ook tegen, laat maar even zeggen, kapitalisme. Dus waar geld dus dan de kern van het leven zou moeten zijn. Want dit speelt zich allemaal in de jaren 70 af. Ja, in de jaren 70 gaan studeren. Eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. Ja. En in Duitsland was de Frankfurter Schule, die stond... Die hield zich dus bezig met kapitalismekritiek. Ja. Ze waren niet van mening dat we een soort socialistische maatschappij moesten hebben. Helder. Dus met alles gemeenschappelijk of dat soort zaken. Maar ze hadden wel veel kritiek op het kapitalisme. En wat ze ook eigenlijk heel erg benadrukte, dat zeker bij een aantal dingen zoals Herbert Marcuse, dat was het genieten. Dat hoort er ook bij. Dus dat genieten van maaltijden zat natuurlijk bij mij toen ook al erin, hoor. Dat zo belangrijk is. En dat het daar ook om moet gaan. Dus daarom heb ik ook in het begin... had ik eigenlijk nog wel wat problemen ook met bepaalde ecologische bewegingen... die er ook nog steeds wel zijn... die zoveel nadruk leggen op soberheid. En dat we, Het consuminderen en verminderen. Ja, consuminderen, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen... in de zin van... dat we veel te veel spullen kopen en zo veel te veel kleding kopen. Maar dat genieten moet wel een onderdeel blijven van het leven... en een betekenisvolheid van wat je aan het doen bent. En dus alleen maar... je hebt zo, zie Paul... Misschien ken je dat, Paul Kingsnorth. Dat is zo, die kent in de ecologie, wordt die veel genoemd. Dat is iemand die... Ja, dat zijn ook vaak van die... Eigenlijk enigszins paradoxale ontwikkelingen. Iemand die hoog ontwikkeld is, veel onderwijs heeft gekregen, weet ik wat allemaal. En die trekt zich dus nu met zijn gezin terug in het woud. En probeert daar een leven op te bouwen. En af en toe stuurt hij dan televisieboodschappen. Dat we allemaal zo moeten gaan leven. Nou ja, dat is het niet. Nee, dat is radicaal het roer om en dan afzonderen. Afzonderen en dan. Er zit dus het paradoxale in dat deze mensen natuurlijk hoog opgeleid zijn. Ze weten alles van technologie, daarom kunnen ze ook die videoboodschappen uitzenden, et cetera. Maar ze zien dus, ze laten van hun kinderen mogen... Maar dat is dan ook hun drang om terug te gaan naar de natuur. En iets, blijkbaar iets missen wat ze niet vinden in een baksteenmaatschappij. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk in zekere zin wel begrijpelijk. He, dat ze het niet vindt. Kijk, zoals wij hier zitten, godzijdank wordt er nog iets gedaan aan aankleding met bloemen of planten. En ik weet wat allemaal nog niet meer. Maar als het alleen maar baksteen zou zijn, dan zou je ook wel stapelgek worden om de hele dag hier rond te lopen. Nou ja, het is zelfs in onderzoek aangetoond dat als de stad groen is, dat mensen lagere ziekteverzuim hebben en dat soort zaken. Ja, dat is echt heel. Dat is zo'n mooi onderzoek. Ook bijvoorbeeld dat ze beter slapen, minder burn-out. Hoe meer groen, hoe rustiger we worden. Beter. Maar ja, we zijn niet van niets dieren. Dus de link naar een bos is dat op zich wel heel... Nou ja, dat is de andere kant. En dat vind ik inderdaad... Dat zet geen zoden aan de dijk. Want ik was altijd ook bezig met die democratietheorieën. We zijn met grote groepen. En dat heeft geen zin. Je moet, als je, hoeveel mensen kunnen eenzaam in een bos leven? Nou, heel weinig. Dus niet die 8 miljard die we nu hebben. En dan heb je, ik
we hebben het kort over gehad. Dan hebben we Jürgen Habermas met de Critical Theory en Jean Piaget. Piaget. Yeah. Op wat voor manier hebben zij jou dan beïnvloed? Op de rest van je carrière? Ja, Habermas is eigenlijk vanaf het begin af aan, dus mijn interesse in democratietheorie ging samen met Habermas. Habermas is eigenlijk degene die naar voren heeft gebracht hoe belangrijk, binnen het neo-marxistische jargon, binnen de neo-marxistische theorie, hoe belangrijk openbare debatten zijn. Mm-hmm. En de ruimtes ook om met elkaar, letterlijk ook, om met elkaar te spreken. Dus openbare ruimtes, pleinen. Je kunt eigenlijk nauwelijks een plein noemen hier, maar je kunt helemaal niet goed met elkaar hier elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld echte pleinen waar je niet gestoord wordt door verkeer en dat soort dingen, discussies daarover, dat is eigenlijk bij Habermas de kern van zijn theorie. Goed, het gaat allemaal veel ingewikkelder, maar dat is in ieder geval een van de centrale dingen. En, dat, en de verbinding met Piaget is eigenlijk dit, dat hij eigenlijk naar voren brengt dat als kinderen zichzelf goed ontwikkelen, dat Piaget heeft hele leuke experimenten gedaan met kinderen. En dat moet je, het zijn hele onschuldige experimenten. Dat zal jij ook misschien met je zoontje kunnen gaan doen. Als, even kijken, kan ik hier... Nee, ik heb hier... Leg eens uit. Nou, stel dat ik... ik heb een mes om iets te snijden, een boterham of zoiets. Hè? En jij wil ook dat mes hebben, jij wil ook je boterham snijden. Je hebt geen mes. En als ik nu dat mes aan jou geef met het... Zo, dus met het heft in mijn handen, dat het scherpe gedeelte in jouw hand komt, dan ben ik dus, dan neem ik niet jouw plaats in. Nee, dat maar wat snap ik. Kinderen na 3 jaar kunnen doen, is inderdaad dat mes omdraaien. Dus dan draaien ze het om dat jij wel het heft kunt vasthouden en niet je handen snijdt. Ja. En dat betekent dus dat zo'n kind neemt het perspectief van een ander over. Ja, dat zie ik nu al gebeuren. Het komt nog veel eerder. Er zijn dus allemaal van dit soort proeven, ook met knikkers. Hoe die verdeeld worden onder kinderen en hoe ze dus dan steeds meer eigenlijk een soort democratische proces in hun hoofd zich laten afspelen. En vooral dat ze inleven in de ander is eigenlijk een van de kerndingen in de ethiek. Dat je inleeft in de ander. En dat breng je dus samen met je debatten. Want ook bij debatten moet je inleven in de ander. Wat bedoelt hij nou? Wat wil hij zeggen? Kan ik daar iets mee? Kan hij of zij iets met mij? Dat soort dingen. Dat soort hele basale zaken van de plaats innemen. In het Engels heb je daar een mooie woord voor. Moral musical chair. Dus morele stoelendans. Want dat moet je ook dus nagaan van wat gaat er gebeuren als die muziek ophoudt en waar zit ik dan, et cetera. Dus dat zijn allemaal dingen die waardoor ik zeer beïnvloed ben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het de plaats innemen van een ander, dus in de geest van een ander trekken, dat bij Piaget komt dat niet zo voor, hoor. Maar wat ik ook vaak zeg, probeer in te leven wat een worm doet. Probeer in te leven wat een springstaartje doet in de bodem. Probeer in te leven wat dat beestje nou het plezierigste, het liefste heeft. Als je dat kunt doen, dan ben je een goede boer aan het worden. Dan ben je echt bezig met die bodem te zien als een... Als een levend organisme. Als een levend organisme, ja. Dus niet als een box met knikkers en zo, waar je maar in kunt gooien wat je maar wil, maar als een levend organisme. Ja. En dan word je hoogleraar aan de Landbouw Universiteit Wageningen. En zo heette het toen. Yeah. Voedsel en landbouw, filosoof en ethiek. Yeah. Wat betekent dat? Wat houdt dat dan in, zo'n rol? En waarom ben jij dat geworden? Ja, eerst even, wat houdt het in? Nou ja, de meest voor de hand liggende vragen die hebben te maken met van hoe ver mogen we gaan bij het domesticeren en het behandelen van dieren. Want dat is dus wel wat de meeste mensen wel denken. Ergens zijn er grenzen. We mogen dieren eigenlijk niet opsluiten als hun leefruimte is lopen in de wei. Mm-hmm. We mogen eigenlijk niet, dan kom ik op een vrij heikel punt, wat best nu speelt ook wel. We mogen niet het kalfje van een moederkoe afhalen zodra als dat beest geboren wordt. Want het zijn zoogdieren en die band is heel belangrijk voor de opgroei van het kalfje, maar natuurlijk ook voor die moeder. Dat zijn ethische kwesties. En daar speelt nog bovenop, mogen we die koe
of die runderen, mogen we die zodanig veranderen dat de melk niet meer allergie oplevert? Dat betekent, heb je het over genetische modificatie? En we hebben hier in Nederland natuurlijk een discussie gehad. Toen ik in Wageningen begon, speelde dat de stier Herman, zo 1993. En dat ging dus over productie van melk, wat niet allergieën zou opleveren, voor zover ik me kan herinneren. Dat heeft erg veel teweeg gebracht in Nederland. En sindsdien is het verboden om gedomesticeerde dieren, in Nederland in ieder geval, genetisch te modificeren. Maar er is nog steeds weer de druk opnieuw, want er zijn nieuwere technologieën die het allemaal makkelijker maken om beesten te veranderen. En wat men dus zo langzamerhand, bijvoorbeeld een kip kan nu, ik geloof, 250, 300 eieren per jaar leggen. Het zou hartstikke mooi zijn als je er 500 eieren van kan maken. Nou, dan, en het zou nog veel leuker zijn als ze elkaar niet pikken, dus dat die snavel eraf valt. Het zou nog veel leuker zijn als ze elkaar niet zien, als je dat gen voor de ogen weg. Nou goed, dan gaan we door. Zo, dat zijn dan de dingen, de ethische vragen rond die dieren. En jij bent dan het grote eer en geweten van deze wetenschappers? Ik probeer niet altijd een antwoord te geven, maar ik probeer wel te laten zien waarom aan de ene kant, waarom willen sommigen dat, die verandering, en waarom willen anderen dat niet? Wat voor principes zitten daarachter? En dan natuurlijk een van de dingen waarom mensen niet dat willen is, dan spreken ze het over de waardigheid van het dier, dierenwelzijn. Mm-hmm. En soms nog gaat het iets radicaler, dan gaat het over dierenrechten. Dat dieren het recht hebben. En waarom is dat radicaal? Dus radicaal omdat je bij dierenwelzijn vooral denkt aan dat het beest niet mag lijden. Mm-hmm. Maar als jij bijvoorbeeld de zenuwen van het beest via genetische modificatie de genen daarvan kunt weghalen, dan lijdt het niet meer. Mm, yeah. Maar ja, dan de vraag is of je het nog recht doet aan de rechten van het dier. Yeah. En zo langzamerhand is het duidelijk. Bijvoorbeeld in Zwitserland hebben de dieren, gedomesticeerde dieren, ook rechten. Dat is in Nederland nog niet, maar die discussie is er wel erg bezig. En we spreken nu ook, ik geloof in Spanje is net het recht van een rivier ook neergelegd. En daar zijn natuurlijk ook allemaal, de vragen zijn dan natuurlijk, ook de uitvoeringsvragen zijn dat dan, wie spreekt dan voor die rivier? Wie spreekt dan voor die kip? Wie spreekt dan voor dat konijn? Noem maar op. Dat zijn de volgende vragen. Ja, wie spreekt dan voor het landgoed? Ja. Ja. Maar goed, dat zijn, eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zien ik denk dat de meeste ethici wel de noodzaak zien om te spreken over rechten van dieren, maar de uitwerking ervan, wat het precies betekent, zover dat. Maar dat betekent dat als we de natuur een rechtspersoon maken, dan komt die aan de onderhandelingstafel. Ja. En dan is het ook een stakeholder. Ja, maar het zijn natuurlijk altijd weer mensen die dat vertegenwoordigen. Hè? Helaas wel. Maar wat betekent dat dan, dat dan filosofisch in dat soort vraagstukken? Want er zijn een aantal mensen bezig om de natuur in de boord te krijgen, dat in de directiekamer één stoel vertegenwoordigd wordt door moeder natuur. Ja. Dat is de analogie op wat je zegt. Ja. Maar dat doet toch wel wat met het denkkader van diegene die daar om de tafel zitten. Ja. Ja, kijk, wat natuurlijk een heel gebruikelijk iets was van degene die vaak om die tafel zaten en die de rechten van dieren en rivieren, et cetera, niet accepteerde. Want ze zeiden van, oké, er zijn hier dan hele zeldzame hamsters en dan moeten wij onze bouw daarvoor vertragen. Dan denk je nog steeds dat de mens dus de enige aardbewoner is en dat de rest die kan stikken, zeg maar. Maar zo langzamerhand komen we natuurlijk achter dat we niet de enige aardbewoner zijn en dat het zelfs, als je rekening houdt met de toekomstige generaties, dat we ten eerste daar rekening mee moet houden. Die leven dus nog niet. Ja. En ook die kun je rechten toekennen. Dan krijg je weer hetzelfde probleem. Wie zijn dat dan? Maar als je op langere termijn kijkt, bijvoorbeeld, jouw zoon, wat voor leven zal die hebben over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar? Maar dan jouw kleinkinderen over 100 jaar. Eigenlijk op een gegeven moment zijn de rechten, laten we zeggen, de vooruitzichten van onze kleinkinderen, die verschillen niet zoveel van die vooruitzichten die andere dieren hebben. Dus eigenlijk komt daar een antropocentrisch perspectief, dus een perspectief wat alleen over mensen denkt, en een natuurperspectief komen op de lange termijn bij elkaar. En op de lange termijn moeten we dus rekening ermee houden, dat de aarde leefbaar blijft. Voor ieder geval mensen en zoogdieren en anderen.
En dan worstelen we wel, want dat is wat zei je ook in de voorbespreking. Vanaf 1600 zijn we natuurlijk een soort van kolonisatieroute ingegaan. Ja. Waar de westerse maatschappij zichzelf als heerser van de beschaving ziet. Ja, ja, als heerser van de natuur. Van heerser van de natuur. Aarde, maar dat is al bijna 450 jaar. Ja. Hoe gaan we dat? Dat verander je niet zomaar. Dat zit geworteld in heel veel onderdelen van de maatschappij. Ja. Daarom is het ook zo moeilijk, nu die verandering. Maar die verandering is natuurlijk heel erg nodig. Ik bedoel, het IPCC-rapport van een week geleden gaf het nog opnieuw aan. Ja, maar dan Don't Look Up of Look Up, die film van Netflix, laat wel duidelijk zien dat pas als de Armageddon er is, dat wij als mensheid in beweging komen. Ja, toch zijn er ook wel echte radicale veranderingen gekomen. Ja. Niet direct over natuur, maar denk even aan kiesrecht. Ja. Er zit nu 2022, rond 1850 was het kiesrecht voor 1/100ste, 1/1000ste van de bevolking. Ja. En dat is ook in de loop van 70 jaar is 100%, is dat 100% geworden van mannen en vrouwen. En toen ik nog studeerde, ik was dus 20 of 21, mocht ik nog niet eens stemmen. Nu mag je met je 18e stemmen. Hè? Dus zo zijn er allemaal, er zijn wel al radicale veranderingen. Dus ik heb wel hoop dat we die verandering kunnen doormaken. Want vergeet niet, we moeten wel ook een beetje genuanceerd denken over die filosofische traditie. Er zijn natuurlijk best wel filosofen, noem even Rousseau, die de natuur voorop stellen. Mm-hmm. Die dus zeggen van de mens moet leven met de natuur, et cetera. Dus er zijn wel filosofen die daar wat meer over nagedacht hebben. En bijvoorbeeld ook over dieren. Schopenhauer is een van de allerbekendste die eigenlijk het lijden van dieren ook voorop stelt. En, ja. Dus er zijn wel filosofen die dat wat die wat genuanceerder daarover denken. Ja, en ik heb ook die Bruno Latour. Ja. Dat is nog een hedendaagse filosoof en socioloog. Die heeft geloof ik zo'n jaar of 10-15 jaar geleden ook de ommezwaai gemaakt van aardbewoner. Dat zo moeten we ons opstellen. Ja. En dat, zodra als je ziet als aardbewoner, dan weet je dat de andere organismen ook aardbewoners zijn. Dat je niet de enige bent. Dat je daarmee moet dealen. Wat willen zij? Wat kunnen wij voor hen betekenen? En dat betekent dan wel dat het dus in het westers denken de natuur weer erbij trekken. Ja. Want als je in Afrika bent, dan hebben we de Mbutu. Ja. We hebben de Aboriginals die, waarvan we zelfs nu de klimaatgeschiedenisboeken aan het schrijven zijn. Ja. Om te begrijpen hoe het 10, 20.000 of misschien zo'n 100.000 jaar geleden was. Ja. Omdat zij dat nog allemaal in hun verhalen hebben zitten. En ja. Ik zat te bedenken in de voorbespreking. Ze hebben natuurlijk ook een, als ik het goed heb, als je als, voor mij voornamelijk als jongen, maar ik weet niet of dat als meisje is, maar als je dan volwassen wordt, moet je je walkabout doen. Dan ga je een jaar lang de natuur in. Mm-hmm. En dan leer je de kunde van je omgeving en dingen zien die je normaliter niet ziet. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de bosjesmannen in Zuid-Afrika en de Inuits. Die zijn de natuur. Ja, ja, dus dat, waar we het over hadden, waar de mens als hoofd van van die piramide gezien, dat is typisch westers. En inderdaad, in andere culturen is dat veel minder. Ubuntu is een bekend voorbeeld en natuurlijk ook andere. En ik ga jou even nu een uitdaging doen. Hoe kijkt de Chinese filosofie hier naar? Want China heeft natuurlijk in 1600 tot 2000 is een soort van de soort afbrokkeling van de groei die ze toen meegemaakt hebben. Mm-hmm, mm-hmm. En ze hebben het Taoïsme is natuurlijk een onderdeel van hun geloof, van hun zijn. Is China nu dan veel westerser geworden, waardoor zij hun positie in de natuur ook dominant zien? Of zie je dat zij de natuur ook als bijna als rechtspersoon willen of kunnen beschouwen? Nou, ten eerste, ik weet er wel iets van af, maar het is natuurlijk een waanzinnig grote beschaving geweest. Hè? Of dat is het nog steeds, die al 4000 jaar eigenlijk redelijk constant ook met allerlei stromingen en zo. Dus er zit wel veel pluralisme ook in China. Maar het Confucianisme zelf is eigenlijk een stroming die eigenlijk heel makkelijk overgaat tot het idee dat de natuur in dienst staat van de mens. Dat is Confucianisme. Maar er zijn opvattingen, hele sterke opvattingen, ook Taoïsme, die de natuur inderdaad veel centraler stellen. Wat wel een punt is, wat in veel van die
Chinese stromingen ontbreekt, is dat het idee van het democratische idee: iedereen heeft evenveel recht op zijn mening, iedereen heeft evenveel recht op het vormgeven aan zijn leven, aan zijn eigen leven. En dat democratie-idee. Mm-hmm. Dat is wel iets wat eigenlijk niet altijd in die grote belangrijke stromingen, het zijn 3 of 4 stromingen, naar voren komt. En dat is dus waarvan ik dus zie of denk dat dat in de westerse filosofie eigenlijk heel sterk naar voren is gekomen. Het idee van mensenrechten, menselijke waardigheid is eigenlijk wel een kernpunt van de... Dus je zou kunnen zeggen, ja, je moet het kind niet met de badwater weggooien. Ja. Enerzijds wel die natuuroverheersing zit heel sterk, maar die andere kant is er ook. Nee, want ik besef me dat we, als we het over de westeling hebben, dan is het ook belangrijk dat je de andere groot machten of stromingen, landen, dat je die ook meeneemt in het geheel. Want anders kijk je er veel te veel vanuit een blanke naar het verhaal. En vervolgens heb je in Wageningen bij Purdue, Universiteit van Turijn en zelfs bij Princeton gastcolleges. Ja. Purdue, in welk land is dat? Dat is de VS, dat is de in Indiana. Dus je hebt en Princeton is ook Amerika? Ja, aan de oostkust. Hoe is daar dan ethiek en filosofie en wat heb jij daar kunnen brengen? In Purdue was ik dik 20 jaar geleden. En daar is een hele grote universiteit, 50.000 studenten. En ook een technische universiteit, mm-hmm. Waar het maken heel erg voorop staat. En daar ging het ook wel over die grenzen aan het manipuleren van dieren. En manipuleren, hè, dus genetisch manipuleren. En dat soort, heb ik me daar vrij veel mee bezig gehouden. Daar heb ik wel ook, kwam ik eigenlijk meer nog dan toentertijd in Nederland, ik spreek over het jaar 2000, heb ik eigenlijk veel meer gezien dat daar al community-supported agriculture aan het ontstaan was. Dus dat zijn groepen mensen die tezamen met een boer overleggen van wat wordt er verbouwd en die dus ook dan lokale voeding. En nou ja, in de VS, die afstanden zijn natuurlijk enorm. Dus daar kan je wel afvragen of dat wel zo duurzaam is. Want die kwamen natuurlijk allemaal met hun grote trucks. Kwamen ze 2 of 3 bloemkolen halen iedere week. En wat eieren en zo. Hè. Dan krijg je echt, dat is het centrale vraagstuk wat je natuurlijk vaak hoort van de tegenstanders. Dat lokale voeding, dat betekent dat er zoveel benzine verbruikt wordt. Of zoveel olie gebruikt wordt, omdat die toevoegt. Maar goed, in Nederland zit dat heel anders. Maar in de VS was dat daar wel het geval. Maar daar heb ik dus wel iets gezien van hoe landbouw mensen met elkaar kan verbinden. Hoe communities ontstaan. Door landbouw. Door dus dat je bezig bent met de bodem, met wat groeit er nu, wat willen we daar laten groeien, wat kunnen we daar van eten voor maken. Allemaal dat soort dingen. En in Princeton is het natuurlijk wat... Ja, Princeton is dat is een wat chiekere universiteit. Purdue is dus inderdaad technisch... Dat geldt niet zo chic, zeg maar eventjes. Hè. Dat heet ook een land-grant university. Ja. Land-grant universities in de VS die moeten een bepaald gedeelte, misschien een tiende of zo, iets doen aan de omgeving. Laten we zeggen, de staat waarin ze zitten. En Princeton is niet een land-grant university, maar is een privé-universiteit. Dus gewoon eigenlijk vooral betaald wordt door de hoge... collegegelden die de studenten moeten betalen. En daar heb ik dus met Pieter Singer veel gesproken. Pieter Singer is een van de allereerste die naar voren bracht dat dieren in de intensieve veehouderij mishandeld werden. Animal Liberation is een van zijn bekendste boeken. Ja. Ik dacht dat het ook zo uit 72 stond, maar dat weet ik niet helemaal. Misschien iets eerder. Hij is dus heel erg sterk. Hij hanteert een stevig begrip van welzijn. Ja. En hij heeft grote problemen met het begrip recht. Dus daar heb ik veel discussie over gehad. Van ja, maar als jij dat doet, dan, hè, als je denkt van dat die welzijn dat het belangrijkste is voor dieren, wat doe je dan met die kippen als je daar via genetische manipulatie het zenuwstelsel weg kunt halen? Ja, want dan voelen ze niks meer. En dan gaan ze ook niet piepen als ze niet meer kunnen lopen of dat soort dingen. Dan zijn ze gewoon vleesklompen, maak je ervan. En ik moet eerlijk zeggen dat we daar niet echt uit zijn gekomen. Dus nog steeds
Soms zegt hij nog wel eens het begrip recht. Ja, dat is handig. Ik zie dat mensen daar positief, veel positiever over denken dan wel zijn. Dus dan maakt hij het argument voor om over rechten van dieren te spreken, maakt hij dan eigenlijk een soort populistisch iets van. Van ja, dat, en het is niet een argumentatie die ervan uitgaat van oké, dit zijn zoogdieren net als wij en et cetera. Ja, recht en welzijn. Dus ja. Dat is denk ik een... Maar je ziet dus hoe belangrijk dat recht wordt. Hè? Want inderdaad, dan krijg je dus dat punt wat je net zei. Dieren gaan meezitten aan de directietafels van bedrijven. Dat noemt men tegenwoordig zoo-coöperatie. Zoo-paratie. Dus okay. Niet coöperatie, maar zoo-operatie. Ja, ik zie daar wel wat in. We moeten het uitzoeken. Het is een... Het is een grote opgave voor veel mensen om daar echt goede vorm aan te geven. En toch denk ik dat het nodig is, ja. En Turijn, ik ken de Technische Universiteit van Turijn en vooral de architectuurafdeling. Luigi Bastiani, ik weet niet of je hem ooit ontmoet hebt. Nee. Heel veel systemische aanpak, onder andere ten aanzien van de Slow Food Movement. Ja, ja. Welke rol heb jij daar in Turijn toen gehad? Was het de Technische Universiteit? Of? Nee, het was de gewone universiteit, maar ik zat bij de plantwetenschappers. En die zitten in het noorden van Turijn, ja? Ongeveer 30 kilometer tegen de Alpen aan, zeg maar. Oh, in de Slow Food Valley. Ja, ja. Ja, en dat was... En daar ging het dan inderdaad ook om die kwestie van genetische modificatie van planten. Ja. Is dat zinvol? Want je kunt net zo goed als je dieren kunt genetisch modificeren, in principe in ieder geval genetisch kunt modificeren, kun je ook planten proberen genetisch te modificeren. Ja. Bijvoorbeeld dat je zegt van, dat is in Nederland een bon ton zo'n beetje, van oké, die planten nemen CO2 op via zonlicht en water, H2O. Maar ze doen dat veel te inefficiënt. En wij, als we het een beetje gaan manipuleren, dan kunnen we dat veel efficiënter maken. Nou ja, dat soort kwesties heb ik toen met die studenten behandeld. Van ja, waarom doe je dat eigenlijk? En waarom denk je dat het zinnig is om een plant te isoleren van bodem en de rest? En ook van de evolutie van planten. Want dat heeft een bepaalde reden waarschijnlijk dat de omzetting van CO2... of de opname van CO2 door planten, dat die niet altijd zo efficiënt gebeurt. Volgens menselijke maatstaven. Dat heeft wel waarschijnlijk een bepaalde reden. Het is nog steeds het meest efficiënte zonnepaneel dat de natuur ooit ontwikkeld heeft. Ja, nee, klopt. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Het is goed dat je dat zegt, want dat vind ik ook wel een mooie uitspraak. Ja, ik vind het ook wel een mooie uitspraak van... wie heeft het eigenlijk uitgevonden? Zwemmen, vliegen. Ja, de natuur, alles. Ja, de vogels. Ja. Maar de grootste uitvindingen worden gedaan door mensen, door uitvinders die de tijd nemen om in de natuur rond te lopen. Ja, nee, maar dat is zeker. En dan volledig geïntrigeerd zijn door één fenomeen en dat dan volledig in de natuurkunde, biologie en scheikunde kunnen uitdiepen. Want het bruggetje wat ik wilde maken was en is... laten we het via dit, ik ben hem even kijken, maar laten we het... Want dan is eigenlijk het feit dat jij een universiteit van gastronomische wetenschap dan nog doseert, is dan het gevolg van jouw ervaring in Turijn dan? Maar dat is ook in de Nee, sloof, niet zo. Nee, dat zit echt een beetje... Okay. Want... nee, dat is een beetje onafhankelijk van elkaar gegaan. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb dus boeken in het Engels geschreven en artikelen in het Engels geschreven. Dus zo, toen belde je Michiel, kun je bij ons doseren? Ja. En sinds mijn pensioen doe ik dat dus niet meer. Hè? Want in Wageningen was natuurlijk heel sterk op Engelstalige publicaties geschreven. Ja. Moest allemaal in toptijdschriften, weet ik het al meer. Dus dat was voor mij een enorme bevrijding. Dat ik zeg, nou, ik wil nu echt gewoon in het Nederlands schrijven. Ik wil in Nederlands schrijven. Hoe lang ben jij met pensioen? Wat zeg je? Hoe lang ben jij met pensioen? Ik ben nu 7 jaar. Oké. Okay. Yeah. Nee, langer. Van 2014. Het is 8 jaar. Yeah. Wauw. Dat is al bijna een decennium, man. Maar eventjes... voor ook het verhaal, want gastronomische wetenschap en filosofie... en jij hebt daar nog een aantal doctoraalstudenten mogen begeleiden. Ja. Waar focust die universiteit zich dan op en waarin zijn zij dan anders? Want in onze voorbespreking had ik het gevoel... het is misschien zelfs nog een hotelschool, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee. Er zit wel een hotelafdeling, maar het is niet alleen...
En systeemdenken is dan wel weer best wel centraal. Ja. Dus wat maakt deze universiteit zo bijzonder en waar heb jij een rol in vervuld? Nou, ik denk dat het bijzonder van de universiteit is dat eigenlijk bij alle... Want er zijn wel verschillende afdelingen, meer gericht op wat er op het bord ligt. Meer wat er uit de grond, hoe je de grond behandelt en alles ertussen. Ook smaakonderzoek en dat soort dingen. Ook bevrediging, hè, waarvan wanneer voel je nou bevredigd met eten? Mm-hmm. Dus dat is meer maag-darmonderzoek en dat soort dingen. De kern is toch wel dat bij al dit soort dingen het hele systeem, de hele keten steeds meegenomen wordt. Van begin tot eind. En ook weer terug. Dat is eigenlijk de kern van de opleiding. Dus zeg maar, zowel in de bachelor als in de major. Wat ik doe is de studenten begeleiden die de dissertaties schrijven. En dat zijn er een stuk of 8. Samen met een ander hoor, ik ben niet de enige. En dat gaat natuurlijk weer allemaal verschillende dingen, heel speciaal. De ene is bezig met gebak en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar wat hij dus ook deed, dat hoort dus ook bij dit hele systeem. Die heeft gebakscholen opgericht in vluchtelingenkampen in Libië en in Marokko. Dus je probeert voeding steeds een centralere plaats te geven in communities en in gemeenschappen. En dat heeft allemaal mee te maken natuurlijk dat voeding is altijd inderdaad ook een verbinding. Maar het geeft je ook een zeker identiteitsgevoel, het geeft je trots, het geeft je het gevoel van oké, ik kan wat met mijn... Door na te denken en met mijn handen bezig te zijn en dat soort zaken. Ja. En het is verder. Het is een universiteit die heel goed geregeld is. De financiering loopt heel mooi, omdat natuurlijk in Italië de overheden willen er graag wat aan bijdragen. Maar ook de Parma-kaas en noem maar op. Ja. je bedoelt de eigenaar van de Parma-kaas? Want ja. Ja, nee, dus de producenten. Het gevoel dat er een heel verhaal achter zit. Ja. En als we het hebben over wat is gezonde voeding? Ja. Dat is de hamvraag nu. En ik heb in de voorbespreking naar Ewe, zoals het vanavond hier ook, Michiel Wilde. Dat is natuurlijk vanuit biologische landbouw, agro-ecologisch... Het voedsel moet voedzamer zijn, voller moet zijn. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook de teneur die ik vanuit Nouveau ook steeds meer naar boven mm-hmm. krijg. Mm-hmm. Als we het hebben, want volgens mij heb jij daar ook een stuk over geschreven. De voedingswaarde neemt alleen maar af in de tijd. Yeah. Yeah. Ik heb altijd de anekdote, we moeten nu 10 tomaten eten. En vroeger waren we met 2 waren we al klaar. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat weet jij daarvan en wat is jouw kijk daarop? Nou kijk, ik ben, dat geldt natuurlijk voor heel veel van deze dingen, ook wat bodem betreft en zo. Ik ben natuurlijk niet een onderzoeker zelf die bijvoorbeeld in een laboratorium zit en onder een microscoop al die dingen bekijkt. Dus wat ik doe is de literatuur bestuderen. Er is een mooi woord voor, dat is wat de Duitse filosoof Adorno, die noemt dat façadeklauterer, gevelklauteraar. Dus ik klauter de gevels op en pak en loop de via het balkon kamers binnen en jat daar dingen en et cetera. En ik ga kijken van hoe past dat allemaal met elkaar. Nou, dus zo'n kamer ben ik binnengekomen. En ik kwam er dus inderdaad toenemend achter dat er zijn echt best wel goede publicaties over verschil tussen, laten we zeggen, broccoli en spinazie van 30, 40 jaar mm-hmm. geleden en nu. En dan blijkt dus inderdaad dat de vitamine en met name de micronutriënten, dat zijn vitamine en mineralen, die we net zo goed nodig hebben als de macro, zoals eiwitten en koolhydraten, dat die echt verminderd zijn. En dat is dat punt van wat je net zei, hè, van die tomaten. Als je voldoende vitamine wil hebben, dan was het vroeger misschien 2... en dan moet je nu de 2 nemen, zo, dat soort dingen. Ik weet niet of het precies 10 is. Nou ja, en Piers Floris wist ons te vertellen... leuk dat we de landbouw opgevoed wordt met 12 spoorelementen. De natuur op volle bodem geeft je meer dan 35. Ja. En dat stelt dan ook de vraag, hey, wat is weerbaar? Voor wie? Ja. En wanneer? Ja. Nee, kijk, dat is inderdaad, met name als je spreekt over bodemloze cultuur. Hè, dus dat is vaak dan hydrocultuur, zoals bij vertical farming ook en zo. Dan worden er dus wel sporenelementen toegevoegd, een stuk of 15. Maar in de volle grond zitten er meer dan 100. En die interacteren ook met elkaar. Dus daar heb je eigenlijk wel qua voedingswaarde veel meer aan.
Wat er dan tenslotte, hè, als dat groeit en daar een tomaat of paprika, et cetera, uitkomt. Maar waar het mij ook om gaat is, kijk, ik vind het heel belangrijk dat we voldoende vitamine en mineralen, en die bepalen trouwens ook wel voor een gedeelte de smaak. Hè? Mm-hmm. Dus volle smaak van dingen wordt echt wel ook door die micronutriënten bepaald. Ja, en dus de smaak wordt slapper, zeg maar. De secundaire metabolieten die daaruit ontstaan. Ja, dus de smaak wordt slapper doordat er veel minder micronutriënten zitten. Maar waar mij het eigenlijk vooral om gaat is natuurlijk, die gezondheid is een kernpunt. Ja. Maar het genieten staat voor mij voorop. Dus je moet het echt lekker vinden, daar moet het om gaan. Maar dan is er een verschil tussen lekker eten met alles erin. En we moeten het maar lekker maken omdat niet alles erin zit. Ja, dus als je het lekker maakt met heel veel suiker, hè, dan zit je aan de gezondheidskant van je eten te morrelen. En verminder je dus die gezondheidswaarde van je eten. Of je maakt het lekker door heel veel zout erin, wat natuurlijk ook gebeurt. Dan bedoel ik dus niet. Die kant moet het niet op. Nee, maar je ziet, dat snap ik. Alleen als je kijkt naar waar wat je in de supermarkten nu vindt. De brands en de eigen merken. En dat geldt trouwens ook nu voor de plantaardige en de eiwittransitie. Je ziet dat men daar vulstof in stopt. Ja. Om onze magen maar vol te gooien. Ja, ja. Nou ja, dat is zeker ook zorgelijk dat veel van die alternatieven voor vlees, die worden volgestopt met allemaal vette en ik weet wat dan nog niet meer. Ze zijn vaak veel te zout ook, hè? Dat is vrij duidelijk onderzocht. Dus daar zitten echt wel problemen. Dat is, niet alle alternatieven zijn zodanig hoor, maar vele zijn zo. Ja. En wat is voor jou dan vanuit de gastronomie welbevinden? Kook in perspectief, maar dat heeft ook te maken met de eiwittransitie. Waarom is voor jou welbevinden zo belangrijk als de sociale component voor eten? En kan je dat duiden ook richting bijvoorbeeld naar de eiwittransitie of het verschil tussen stad en ik noemde het platteland, maar jij noemde dat net anders, het landelijk gebied. Ja, landelijk gebied. Ja, omdat niet overal is het landelijk gebied plat. Dat is vooral nee, daarom. In het westen van Nederland het geval, maar verder niet. Maar waarom is dat zo belangrijk? Kijk, in de eerste plaats, als je op gezondheid alleen zou eten, dan wordt het vaak een regelsysteem van verboden en geboden, waar je aan moet houden en waar je in veel gevallen niet aan houdt. Dat is dan een soort van doorgeslagen concept. Ja. Voedsel is altijd ons medicijn geweest. Ja, als je dat ziet als alleen maar medicijn, dan wordt het inderdaad een systeem waar je over het algemeen niet aan houdt. Want bijvoorbeeld dan mag je nauwelijks meer chocola eten en ik weet wat dan nog niet meer. Dan mag je allerlei dingen niet eten. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk toch ook wel een soort lust van lekkere dingen te eten, die ook niet altijd even gezond zijn. Maar dat is op zichzelf niet zo erg als je verder ook een gezonde levensstijl hebt, in de zin van veel bewegen en weet ik wat dan nog niet meer. Dus dat is de ene kant. Gezondheid kan ook betekenen, Dat zou in mijn ogen ook een nadelig effect zijn als je dat voorop stelt, dat je alleen eet. Want wij zijn allemaal verschillend en onze genetische aanleg zijn ook allemaal verschillend. Toen ik begon met die genetica, dat is zeg maar zo'n 15 jaar geleden, kwamen ook allemaal die ideeën op van we moeten eten volgens ons genenpaspoort. En iedereen heeft een verschillend genenpaspoort. Ja. Dus dan betekent dat de gemeenschappelijke maaltijd verdwijnt. Want mijn genenpaspoort zegt dat ik, weet ik veel, allergie heb voor broccoli. Ja. En de ander heeft het voor dit. Kortom, dat is een overdreven gezondheidsclaims die dan op tafel gelegd worden. En die ook waarschijnlijk moeilijk, die zijn ook nauwelijks te bewijzen. Dat is wel interessant, want in de topsport is dat wel lijnen. Dus zeker bijvoorbeeld voor wielrenners. Die hebben allemaal bijna een eigen maaltijd die ze gezamenlijk eten. Dat is ook een hele rare trend dat mensen ook zo willen eten als die topsporters. Ja. Dan krijg je ook dat ze dan heel eenzijdige dingen, veel eiwitten en ik weet wat allemaal nog niet meer gaan eten. En maar interessant punt, want zeker met een kleine die ik nu heb, is gezamenlijk eten ook superbelangrijk, dat hij snapt dat bepaalde sociale etiketten, normen en waarden ook aan vastzit. Nu we ons voedsel steeds minder gezond is en de mens minder weerbaar wordt,
krijgen we natuurlijk wel steeds meer allergieën. En mensen die besluiten om toch vegetarisch of veganistisch te worden. Mm-hmm. En het wordt zelfs in je sociale omgeving, wat ik af en toe ook merk, rekening houden met de verschillende eetvoorkeuren voor iedereen. En dan maar op zoek naar de common demoder, het gerecht waar je iedereen mee kan plezieren. Ja. En dat is niet makkelijk in deze maatschappij nu. Nee, dat is zeker. Nee. Nee, ja, wat je, kijk, laat ik even vooropstellen dat die. Waar mijn ideaal is eigenlijk dat mensen dus hun eigen smaak ontwikkelen. Ja. Huh? En dat is dus niet een kwestie van sociaal-cultureel, maar dat is dus van wat jij zelf het lekkerste vindt. Ja. En dat je dat gezamenlijk kunt doen, dat lijkt me eigenlijk wel logisch. Dat je dat in gezamenlijke maaltijden uitzoekt. Dat bedoel ik ook met voedselvaardigheden. Ja. Voedselvaardigheden moet je ontwikkelen. Dus smaak kan je ook ontwikkelen. Dat zoals mensen kunnen leren om verschillende type boters, verschillende type kazen, verschillende type wijn, bier, et cetera, uit elkaar te kunnen. In het begin proef je helemaal dat verschil niet. Maar dat kun je smaak ontwikkelen. En dat is eigenlijk waarvan ik denk van, daar, zo leer je ook genieten. Dus het genieten is er ook niet zomaar. Dus jouw kind zal ook van alles en nog wat moeten proeven. En soms zal hij het eerst het uitspugen, zodat hij het lekker vinden. Maar op een gegeven moment vindt hij het misschien toch wel weer lekker. Maar dat is wel interessant, die redenering. Want op het moment dat je steeds meer onderscheid kan proeven en ruiken. Want ruiken speelt. Die is 80%, hè? Die twee. Slechts 20% is je in je tong. En als je corona gehad hebt, dan heb je een paar dagen totaal geen reuk en smaak. Ja, Hoe bizar is dat? Heel rampzalig voor mensen is dat. Ja. Maar dat betekent dat eten wat een smaakbom is, alleen maar kan zijn als je die secundaire metabolieten erin ook hebt zitten. Ja. Als die alle spoorelementen gaat krijgen. Ja, ja, ja. Dus, en dan hebben we, dat noemde jij, heb je volgens mij ook in een van jouw, voor mij zelfs interviews, alles wat slecht voor ons is, wordt zeer goedkoop gemaakt. En alles wat medicijn is, wat goed voor ons is, wordt duur gemaakt. Ja. Als je steeds een betere smaak ontwikkelt, dan neemt jouw portemonnee een steeds groter gat op om op zoek te gaan naar voedsel wat wel voedt en niet vult. Ja, dat hangt een beetje vanaf. Want een van mijn hypotheses is, en ik zie dat ook wel bewezen in wetenschappelijk onderzoek, maar goed, daar moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Dat is wel dat als je iets lekker vindt en je hebt het gegeten, dan voel je je bevredigd en hoef je niet meer. Ja. Maar denk nu even aan chips. Waarom blijf je door eten met chips? Dat is omdat het een hele goede, uiterst intelligente systeem is van zout, crunchy, iets hè, dus dat je het goed kunt horen ook en zo. Systeem en vet. En dat is helemaal goed uitgezocht en daardoor blijf je maar eten. Maar een bevrediging krijg je er niet van. Dus daarom wil je wil maar door blijven eten. Mm-hmm. Dus juist dat veel bewerkte voeding... Ook denk even ook aan McDonald's, de Big Macs en dat soort dingen. Die bevredigen, daar blijven mensen ook dat maar door eten. Het meest bekende wat mensen ook zeggen die extreem overgewicht hebben, die ze obese zijn, is ook van, maar ik wil maar door eten, want ik voel me niet bevredigd. Dus, en die zijn waarschijnlijk ook niet bevredigd. En jouw pleidooi is dan dus dat eigenlijk iedereen weer leert koken. Ja, lekker eten. Ja, nee, maar dat is het gevolg van. Ja. En dan eet je dus minder. Qua volume alleen al. Ja, en maar dat betekent dat we met z'n allen weer de scheikunde tot ons moeten nemen van hoe de chemie werkt in de keuken. Ja, koken is voor een heel gedeelte natuurlijk in chemie en zo. Ja, ja, klopt. Maar ja. Hoe breng je dat dan weer terug in een maatschappij die verleid wordt om vooral niet te koken? Ja, dat is in ieder geval één tendens. Hè. Er is inderdaad ook zelfs zo'n tv-reclame, die heet Uitgekookt. En die zegt van, je kunt een kant-en-klaar maaltijd hebben en die zet je in de magnetron. In de magnetron. Kijk, een van de dingen is natuurlijk dat veel van die alternatieve, of die nieuwe bewegingen rond voeding van de nieuwe boeren, et cetera, daar hoort
En dus Community Supported Agriculture. Ja, er zit altijd kookworkshops bij. Er zit, want het betekent ook met de seizoenen eten. Wat betekent met de seizoenen eten? Dat betekent dat je, daar, dat je moet weten hoe je moet omgaan als er alleen maar knollen aangeboden worden. Of alleen maar wintergroentes aangeboden worden. Of zomergroentes, dat soort dingen. En dus mijn idee zou ook zijn, als inderdaad de Albert Heijnen lokale voeding aanbieden, moeten ze eigenlijk ook kooklessen erbij aanbieden. In de winkel moet zelf gekookt kunnen worden. Net zo goed als op het dak van die winkel moeten groentes geteeld worden en kruiden. Het gebeurt hier en daar. In Frankrijk zijn er dit soort bewegingen. Dichtstbijzijn is volgens mij in Brussel bij de Daily... De Hazen heeft er eentje nu daarboven zitten. Ja. Maar dat betekent ook dat de kookscholen een complete andere manier van koken moeten gaan leren. Ja. Niet de biefstukje erop gooien en wat aardappelen en we zijn klaar. Ja. Maar ook de gewone scholen, hè? Ook in de gewone scholen moet voeding dus het centrale lijn zijn in alle vakken. Ja. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, noem maar op. Maar dat brengt me wel naar het bruggetje. Ik zat te kijken wanneer ik hem maak en volgens mij is dit wel het juiste moment. Want als je kijkt naar wat agro-ecologisch doet en daaronder hangt dan biologisch en biodynamisch. Ja. En als je kijkt naar biodynamisch, daar is de keten transparant. Iedereen werkt ook maar samen. Je weet waar je voedsel vandaan komt. En het voedsel wordt verwerkt door partijen die daar ook het maximale uithalen. Is voor jou dan ook, in de visie die je hebt, is biologisch gaan dan de oplossing om het bulk van gangbaar en het anonieme wat eraan vastzit te ontkoppelen? Het is wel een eerste stap. Kijk, ik vind dus, laten we zeggen, strokenteelt, een agro-ecologie gaat wat verder. Mm-hmm. Strokenteelt betekent dat je zeg maar iedere 3,5 meter of zo een ander gewas zet, zodat je dus die... waardoor je meerdere gewassen op je perceel hebt. Ja, dat heet push and pull factoren maak je. He, dus de vijanden van je gewas, die komen wat minder makkelijk, die springen wat minder makkelijk over al die andere gewassen heen en zo, dat soort dingen. Maar het is ook, dat is ook wel een van de meest wonderlijke dingen, dat hoe meer gewassen je bij elkaar zet, hoe groter eigenlijk de druk wordt van die gewassen om inderdaad goede vruchten te leveren. Dus biodiversiteit is een drukmiddel, zeg maar, in de natuur om betere vruchten te leveren. Wel of niet? Ja, wel. Wel, want ik weet het. Jij bent, begreep ik, ook goed bevriend met Arjen van Buren. Ja. Arjen is van alles en nog wat met elkaar in de gewassen te combineren. Ja. En hij is natuurlijk ook bij ons langs geweest. En wat hij weet te vertellen is dat zelfs sommige peulen en zaden voller zijn doordat die mixt met gewassen door elkaar heen. Die vanuit de gangbare landbouwgedachte totaal niet bij elkaar horen of passen. Ja, mengteelte was eigenlijk ook zelfs in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog redelijk normaal. Oh ja. Dus allerlei teelten tegelijkertijd hebben. Het grote probleem is nu zeker. Is de oogst, want ze zijn niet allemaal tegelijkertijd rijp, die gewassen die met elkaar. En Arjan heeft er ook problemen mee. Die heeft dus een waanzinnig grote mooie machine ontwikkeld om tegelijkertijd verschillende dingen te kunnen oogsten. Maar mengteelde is redelijk normaal. Ook in alle niet-westerse culturen zijn altijd mengteelden. En dan is het vaak zelfs 3, 4, 5 gewassen tegelijkertijd. En zelfs niet alleen gewassen, maar de milpa in Mexico, daar ging het ook om het telen van bepaalde schimmels op planten die suiker produceerden. Oh ja? Dus dan ging het ook om dus in feite om het domesticeren van schimmels. Op je gewas? Op die gewassen. Om meer suiker in je plant te krijgen? Nee, niet in de plant, maar om gewoon een soort nectar, er vanaf te halen. Niet in de plant. Dus niet in de plant, maar op de plant. Oh, wat grappig. Ja. Nou, ik weet wel dat in Brazilië is 3D-landbouw veel meer een standaard, waarbij je mais tussen appelbomen hebt staan. Ja. Ja, ze hebben daar een mooie naam voor. 3 dochters of zoiets. Of 3 familieleden. Ik weet niet precies. Dat zijn, ja. Het enige wat ik weet, Michiel, is dat daar het landbouwgebruik veel intensiever is dan als je het vergelijkt met Nederland, omdat men daar door het seizoen heen meerdere keren je gewas van het land af kan halen. Nou ja, dat sowieso. Ja. Nou, kijk, die,
zeker in Midden-Amerika en Latijns-Amerika, die Inca's en die andere beschavingen, dat waren meesters op het gebied van landbouw. Leg eens ons uit. Ze hadden dus mengteelten, ze deden heel veel aan mengteelten. En op een of andere manier, bijvoorbeeld, daar waren steden rond 1500, dus zeg maar vlak voordat, iets eerder, rond 1400, vlak voordat Columbus kwam, die groter waren dan Parijs. En tegelijkertijd was die toevoer van die steden, dat was allemaal heel goed geregeld. En die mensen hadden ook waanzinnig veel vrije tijd, omdat ze zoveel eten hadden, zoveel productie hadden. Mm-hmm. En dinges. Dus die konden ook allemaal die vreselijke, gruwelijke toestanden doen. met mensenoffers en weet ik wat allemaal. Dan konden ze zich lekker daarin... Maar dat is de andere kant. Hè? Maar de andere kant is natuurlijk, ja, al onze grote producten, de tomaten, aardappelen, mais, allemaal die wonderproducten eigenlijk, die komen allemaal daar vandaan. En dat zijn, mais is eigenlijk gewoon een wonderproduct. Dat is werkelijk, binnen 2 maanden heb je... Op welke grond dan ook heb je een volwaardige plant. En denk even aan de aardappelen. De aardappel is een ongelooflijk rijke plant met heel veel voedingswaarde. En trouwens, er zijn natuurlijk ook 5000 soorten aardappelen, 5000 soorten maïs. Dus er zijn heel veel verschillende soorten. Ja, maar dat weet jij als onderdeel van Stichting Oude Landbouwgewassen. Ja. Want je hebt zelf ook 12 hectare. Je kan je bijna ook een boer noemen, toch? Of niet? Een kleine boer. Een kleine boer. Ja, ja. Ja. Want teel jij net als Arjen rassen die niet meer standaard zijn? Ik weet de andere kant van standaard is niet standaard. Dat klinkt altijd een beetje zo raar. De vergeten rassen. Nou ja, het is nog niet echt normaal. Sint-Jansroggen, dat telen wij. En ik ken Arjan nog niet, hè? Dus ik heb het niet van Arjan, dat roggen. Okay. Er was een boer in Ameland die een klein veldje had. Mm-hmm. En van hem hebben we het zaad gekregen ongeveer 20 jaar geleden. Was dus echt, het is moeilijk, hè, om dan goed zaad te krijgen. En het grote voordeel van Sint-Jansroggen is dat het groeit in ja, vroeger was het overal in Nederland en het groeide eigenlijk zo in 1,5 jaar. Hoe gaat dat dan? Je zaait het in oktober, mm-hmm. september. De eerste snee heet dat is zo'n stukje. Dat komt dan op in eind november. En wat dan in het gooien gebeurde, was dat ze de schapen over de weilanden lieten lopen, omdat die de eerste snee konden opvreten. Ja. Maar tegelijkertijd ook de mest neerlegde op het land. Dus ze bemest het land. En dan, omdat dat bovenstuk wat op bovengrond was, het afgegeten was, ging juist de onderkant heel erg goed groeien. Ja. Dus de wortels, het diepte, het worteldiep. En met de eerste lentezon, dus zeg maar eind februari, begin maart, komt het dan echt op. Knalt en schiet het de lucht uit. En gaat het over al onkruid heen, dus je hoeft ook niet meer eigenlijk niet te spuiten. Je kunt ook tegelijkertijd nog klaver inzaaien, zodat ook de bodem nog wat bemest wordt. Klaver is een bodembemester. en dan, het heet Sint-Jansroggen, omdat de Sint-Jan, dat is geloof ik 22 juli, dat weet ik niet helemaal. Maar dan zou je het kunnen oogsten, maar dat gebeurt vaak nog veel later in augustus. En dan is het ongeveer 2 meter hoog. Oh, wauw. En een prachtig gezicht. En heel onregelmatig ook. Het ziet er echt heel leuk uit, omdat het ook zo onregelmatig is. Mooie velden zijn het. En het is roggen. Dus dat betekent dat je het niet alleen kunt gebruiken om er brood van te maken. Roggenbrood kan je natuurlijk van maken, mm-hmm. Maar het heeft iets te weinig gluten. En vaak meng je het dan met tarwe of iets anders, met spelt kan je het ook mengen. Maar dat is eigenlijk de geschiedenis van Sint-Jansroggen. En daartussen, in Sint-Jansroggen, daartussen groeide ook vaak nog lelies. Ja. Die werden ook gebruikt om te eten. Lelies hebben een knol en dan werd die knol gebruikt. Er werd ook, dus mengteelten zijn dat. En mosterd was ook een oud-Hollandse ras? Ja, dat is ook een gewas dat wij doen. Ja. En mosterd zetten we vooral in, op verschillende manieren. We gebruiken het om er mosterd van te maken. Het is een heel mooi gewas. Het heeft een mooi geel bloemetje en er komen heel veel insecten op. Maar we gebruiken het ook als groenbemester. Als het bijvoorbeeld van dat we het zaaien in oktober. En dan eggen we het in zo in januari, februari, om het land ook verder, of de bodem verder bemest te houden, het groen te bemesten. Ja. En hoeveel,
Hoeveel monden voed jij met, kan je voeden met 12 hectare? Ja, dat is dus, het gaat maar om 12 hectare. Ik geef dit ook altijd als goed voorbeeld, dat we niet altijd alleen van groentetuinen kunnen leven, groente- en fruittuinen. Hè? Want wij maken, ik denk, nou, als we al 10.000 broden per jaar maken, dat doen wij natuurlijk niet zelf. Hè? We geven het aan de molen, de plaatselijke molen. Twee bakkers, die maken er brood van. Als we 10.000 broden per jaar maken, dan is dat er heel wat. Nou, er leven ongeveer 10.000 mensen in Laren, dus die hebben één brood per jaar. Dus het geeft aan hoeveel ruimte je eigenlijk nodig hebt om hele dagelijkse spullen te maken. Want aardappelen, we hebben trouwens ook wel aardappelen maken. Maar Nederland bestaat, begreep ik, uit de gesprekken van 2/3 uit landbouwgrond. Dus dan zou je het, ja. Dan zou je het voor elkaar kunnen krijgen om Nederland Nederland te kunnen voeden. Ik ben ervan overtuigd, Nederland kan zichzelf voeden. Ja. Als we het maar goed doen en te weinig en veel minder beesten hebben. Ja. Ja. Nee, omdat... Want van die 2/3 wat is het? Ik geloof van 60% of 70% is veevoer. En we hadden een gesprek en dat was in onze voorbespreking. Dat vond ik een echt extreem mooi voorbeeld van hoe de landbouw de associatie nog steeds maakt met voedsel. Yeah. Je noemde het tarwe. Yeah. En daar was eromheen hangt het verhaal van The Wizard and the Prophet. Oh ja. We zijn heel goed sinds de jaren 70, of meestal de jaren 70, 80... om onze gewassen zo'n hoogst mogelijk opbrengst te geven. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer gelukt. Ja. Maar dat is alleen maar de focus op zaden. Ja. En niet op de stengel. Want de stengel kan je voor de biobased economy gebruiken. Ja. Ja. Welke rol kan filosofie daar dan nog in hebben? Men kijkt blijkbaar dus toch nog heel eenzijdig naar landbouw is voedsel, punt. Ja. Terwijl wij weg moeten van fossiel, dus we moeten de transitie maken naar biobased. En dat is blijkbaar niet. Ja. Dat zit nog steeds niet in het landbouwgedachte. Nee. Nee, kijk, als je het nog even terugbrengt naar wat ik net zei van die Sint-Jansrogge. Die dus 2 meter lang wordt. Dat betekent natuurlijk dat je een stengel hebt van 1,70 meter of zoiets. En de bovenkant die gebruik je dus dat zijn de aren, de korrels, om daar meel van te maken, bloem. Maar die stengel kan je natuurlijk heel goed gebruiken als binnenmateriaal, als isolatiemateriaal. Je kunt er van alles mee doen. En wat doen jullie ermee? Ik heb nu contact met mensen in Delft die gaan daar isolatiemateriaal van maken. Maar voorheen, wat wij deden, was. Werd het veevoer. En dat is niet echt makkelijk voor varkens te verteren? Weet je dat... varkens kunnen wel veel hebben. Maar dat veevoer voor koeien en boeren, die interesseert het geen bal. Of koeien gras krijgen. Oh, wat natuurlijk hun maag het beste is voor hun maag. Ja. Nee, die krijgen maïs voor over het algemeen. Dat zijn veel hardere stukken. En wat ik begrijp van veearts is ongeveer 15% van de koeien hebben ook allemaal last van dat ze spul te eten krijgen wat eigenlijk niet goed voor hun magen zijn, omdat het te hard is, te dicht is. Dat koeien ook, je ziet ook dat verschil tussen de koeien die poepen in de weide, dat is zo'n splatsch, ja. En de wildlopende koeien, ga naar de Kennemerduinen of hier in de buurt heb je ze ook wel. Hè? Die Schotse Hooglanden, et cetera. Die hebben hele dikke, dikke stevige drollen. Die hebben niet die diarree. En dat heeft te maken met die voeding. Ja, en ik ben opgegroeid dat een koe diarree heeft. Ja. Ik kan me dat niet eens meer voorstellen. Ja, dat is zo'n splatsch, zo'n ding. Koeienvla heet dat. Ja, koeienvla. Maar dat is redelijk abnormaal. Huh. En dat heeft te maken met die voeding. Dus ja, en dat is krachtvoer, hè? Ja. Mais en dat noemt. Ja, Als je kijkt naar normen en waarden in de landbouw. Dit zijn dus normen en waarden van wat is goed voer voor een beest? Mm-hmm. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat is een ethische vraag. Huh? Net als bij een kind, wat is er goed voer voor een kind? Ja. Ja, sorry dat ik je onderbrak. Nee, maar wat vind jij goed voer? Voor mensen. Mensen, dieren, insecten, zijn allemaal dierenrijk. Dus dat maakt helemaal niet uit. Ja, nee, ja. Ik geef dan een heel filosofisch antwoord. Hè? Dat moet je zelf, je moet dat ontwikkelen. Je moet zelf proberen erachter te komen. Wat vind ik het lekkerste? Wat vind ik leuk om te koken? Wat vind ik zelf leuk om te eten met anderen? Maar als je het zo stelt, geldt hetzelfde randje dat we eindelijk eens een keer aan de koe vragen. Wat wil je nou echt eten? Nou ja, dat is wat lastiger. Omdat zo'n koe natuurlijk niet over taal beschikt. Maar die kan wel
Weet ik veel, je kunt die wel keuzes voorleggen. Ja, die kiest ook alleen maar wat hij lekker vindt. Nou ja, dat is waar. Waarvan die weet dat het goed is, want die zijn nog redelijk... redelijk instinct. Ja, daar zitten ook manipulatieve momenten in. Want ik heb ook wel die discussie gehad. Bijvoorbeeld met meneer Rabbingen. Dat is een van de top agronomen van Wageningen. Die heeft het dan over, ja, als je dat koeien in de wei, dat is allemaal onzin. Want als die koeien in de stal staan en het regent pijpen stelen, willen ze allemaal in de stal blijven, hoor. Echt, en dat is inderdaad zo. Het is gewoon zo. Maar dat is manipulatief. Ik bedoel, ze willen beschutting. En in de weilanden van Nederland is precies. Geen beschutting. Nou ja, je geeft precies het goede antwoord. Dat moet je tegen die Rabbingen even zeggen. Ja. Want we missen de bomen in de weilanden voor deze beesten. Hetzelfde met kippen. Dat zegt hij precies hetzelfde. Want ja, die kippen, als je die buiten laat lopen op een open vlakte... Ja, dat willen ze überhaupt niet. Want ze zijn doodsbang dat ze door de buizerd of de visarend opgepakt wordt. Wat nog best reëel is. Een groot aantal van onze luisteraars zijn ook echt agrarisch ondernemers. Mm-hmm. En die hebben nu een heel verhaal tot zich genomen over ethiek, filosofie. Mm-hmm. En die zeggen vaak, ja, wat moet ik hier dan mee? Mm-hmm. Wat is jouw tip voor een ondernemer, ook gewoon qua toekomstbestendigheid? Want je noemde het al eerder, het gaat om je, het is een moreel kompas. Mm-hmm. Nalatenschap, The Limits to Growth. Het boek laat het ook duidelijk zien, we hebben maar één aarde. Ja. Yeah. Hoe kan jij deze ondernemers helpen om dat kompas steviger te laten verankeren? Wat voor soort vragen zijn daarin cruciaal? Want dat is natuurlijk jouw vak, het stellen van lastige vragen. Ja. Nou kijk, ik kan zeker niet altijd een oplossing geven in tegendeel. Maar een van de meest belangrijke vragen is natuurlijk, hoe ziet jouw bodem eruit? Wat doe je, hoe kan je die bodem zodanig behandeld dat je uit jezelf vruchtbaarder wordt? Dat is eigenlijk één vraag. Maar een andere vraag is natuurlijk ook, hoe kun jij in je community, in je gemeenschap, wat voor steun kun jij krijgen? Zorg ervoor dat je die... Je hebt eigenlijk als boer, dat klinkt misschien gek, maar heb je een publieke taak. Ja. En die publieke taak heeft te maken met dat je niet alleen geld moet verdienen, maar ook voor het landschap zorgt, voor de beesten zorgt en voor de voedings... Het goede eten zorgt van de mensen. En inderdaad, ik weet ook wel dat die financiering, dus het loon wat een boer krijgt, zeg maar, is op dit moment heel gering. Tenminste, de boer die dit soort dingen doet. De boer die weet ik veel, 10.000 varkens heeft of 100, of 20.000 varkens heeft. Ja, dat het hangt een beetje van de markt af, hè, maar soms gaat het goed en soms gaat het slecht. Ik geloof dat het nu zo wat slechter gaat. Maar, goed. Ja, maar hoe kan je... Want het is een lastig vraagstuk. Cornelis heeft daar uitgebreid over gehad. Bij hem ging de knop om. Yeah. En oké, jongens, vanaf nu, die ging bijna cold turkey. Vanaf nu ga ik het anders doen. Hoe weet ik niet, er is geen handboek. Ik ga het allemaal zelf uitzoeken. Yeah. Gaat zelf zijn machines bouwen, omdat niemand anders in Nederland de machines heeft. Yeah. En zijn bewustvorming, misschien zelfs vergelijkbaar met jouw reis, was ingezet... Ik heb kinderen, als ik kijk naar wat ik doe met mijn land en waar het naartoe gaat, zo gaat het niet, het moet anders. Ja. Hij heeft geluk gehad dat hij een investeerder heeft gevonden die zijn overbruggingskrediet kon geven om die transitie te doen. Ik weet wel dat er heel veel boerenondernemingen worstelen met, dit is mijn geld verdien ik door gangbaar. Mm-hmm. Het ergens moet de schoorsteen branden. Mm-hmm. Hoe maak ik dan die transitie en welke suggestie heb jij bijvoorbeeld voor het moreel kompas, voor ethiek, normen en waarden? Want hoe maak je die stap van nee, jij vertelde het vanuit je eigen historie. Op een gegeven moment zie je dat het niet meer kan, maar hoe zet je die transitie voor jezelf in, mm-hmm. in gang? Mm-hmm. Welke componenten haal jij daarvoor naar voren? Nee, ik denk het meest belangrijke is, dat is die, zoals ik zei, die bodem en de andere kant van de bodem is... Geen kunstmest en geen gewasbeschermingsmiddelen, geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. Maar helpt het ook dat je dan zegt van ja, maar het voeding wat ik produceer, kan ik daar ook het welbevinden creëren voor mijn community, voor mijn consument, voor dat mijn klanten? Dat lijkt mij wel. Ik bedoel, bioboeren zijn een goed voorbeeld daarvan. Er zijn genoeg bioboeren die daar een goede living hebben. Maar dan komt het tot die bioboeren. Ik heb vorige keer natuurlijk Jan-Willem van der Schans langs gehad, die ook
expliciet helpen om... Je bent een ondernemer, dus je zult je klanten of de consument in jouw bedrijfsvoering moeten betrekken. Want anders, anders kan je die beleving niet geven. Ja. Ja, nee, maar dat is zeker zo. Kijk, en wat je natuurlijk ook hebt, is bijvoorbeeld herenboeren. Ja. Je kunt solliciteren bij herenboeren en zeggen van, ik ben boer. En ik kan deze gemeenschap, die dus, wat is het, €2000 wil inzetten per persoon. Als investering. Ik kan dat land voor jullie verzorgen. En de herenboeren hebben trouwens nu zelfs een opleiding voor heren, voor de laat maar zo'n werknemer die dan boer is. En dan ben je een werknemer van een gemeenschap. En dat is dus dan heel letterlijk, hè? En CSA, Community Supported Agriculture, daar is het ook nog, daar heb je toch nog één boer of een gezin die dan aandelen uitgeeft aan mensen. Dat is bijna een beetje Arjen van Buren, soort van. Hij is geen CSA. Nee, maar die heeft wel een heel groot landschappelijke component in zijn bedrijfsvoering. Ja. Maar ook dat hij de lokale ambachten... Ja, die steunt hij enorm. Ja, en ook in zijn onderneming trekt. Ja. Maar je hebt dus ook heel veel varianten om dus een goede boer te worden. Je hebt echt heel veel varianten om een goede boer te zijn. Ja. Hey, tot slot de supermarkt. Die komen eigenlijk altijd als laatst. Yeah. Ik weet dat iets altijd wel. Ik ben nog steeds bezig om een... supermarktondernemer ben je voor te krijgen, tot nu toe nog niet gelukt. Nou ja, waarom vraag je niet, want die spelen nu heel erg op, Marit van Egmond, hè? Ze hebben om die enorme advertenties over goed eten, goed boeren, geloof ik. Nou, ik wil heel erg graag Udea hier krijgen en Ecoplaza, want ik merk dat zij vertellen ook het verhaal waar het eten vandaan komt en dat mis ik. Bij de Jumbo's en de Albert Heijn. Alhoewel bijvoorbeeld Cornelis wel rechtstreeks levert aan de Albert Heijn. Maar ik kan niet aan de aardappels zien dat het voor Cornelis is. En dat vind ik jammer, waardoor de traceerbaarheid weg is. Maar ook dat supermarkten met hun eigen brands komen. En we hadden het erover dat die transparantie en gezond voeden centraal moet komen. En hoe kijk jij... Of hoe kijk jij naar de rol van de supermarkt in het verhaal wat jij hebt en geeft? Nou ja, eigenlijk de eerste stap. Ik zou natuurlijk willen dat ze veel meer zich richten op bio en dat soort dingen. Maar de eerste stap is in ieder geval 30% van de producten, van de verse producten, moeten lokale producten zijn. En dat hoeft niet per se bio te zijn? Dat hoeft in eerste instantie niet per se bio te zijn. Oké, okay, want jij vertelde dat in Frankrijk de Carrefour en Intermarché... Ja. Dat is al ongeveer 30% wat je daar kan vinden. Ja, ik heb in mijn buurt in het Gooi 3-4 boeren die vlees en allerlei groente- en fruitproducten... dus zelf verse groente en fruit produceren, maar ook jam en sappen en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar in de Albert Heijn is het niet terug te vinden. En die zitten dus met zo'n karretje aan de weg... In het dorp, overigens in het dorp. En de mensen vinden het natuurlijk vreselijk leuk, want het betekent dynamiek ook in het dorp. Maar de opbrengsten, je vraagt je af waarom ze het blijven doen. Hun opbrengsten zijn misschien 10-20% van hun inkomsten. Dat is veel te weinig. Als de Albert Heijn het zou verkopen, dan gaat het goed. Overigens, het gekke is wel dat de Albert Heijnen verkopen wel de plaatselijke bier van de plaatselijke bierbrouwers. Dus op een of andere manier gaat dat makkelijker. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat bier, dat kan je constant toeleveren. Mm-hmm. En dat kan je bewaren ook, hè? De verse groenten, dat is een veel groter, veel moeilijker product. Vinden ze dan, dat we het zo zeggen. Terwijl ik altijd begrepen heb, ik weet niet zeker, want Jan-Willem weet natuurlijk veel beter, dat de winstmarges op verse groenten veel groter zijn. Dat pakken we straks in de Q&A even op. Tot slot, nog twee of drie onderwerpen. Dat is toevallig wijs dat we vandaag ook... er is natuurlijk steeds meer, we hadden het in onze voorbespreking... architecten, landschaparchitecten zijn ook steeds meer bezig... om het buitengebied terug te krijgen in de stad. Ja. Wat is jouw visie, idee daarover hoe dat kan, moet? Hoe kunnen we de stad voeden in de stad? En welke hobbels zitten daarin die je door het anders te framen... of het anders neer te zetten kan beslechten? Ja,
Nou, het zijn heel veel verschillende dingen. In de eerste plaats natuurlijk bijvoorbeeld... alleen al het bouwen in de stad kan veel meer gebruik maken van houtachtige gewassen. Dat is de eerste plaats. Mm-hmm. Het cement en beton, dat zijn enorme CO2-opslurpers. Of producenten. Niet opslurpers, dat is juist omgekeerd. Dat de eerste plaats. Maar de tweede plaats, groen in de stad moet veel meer terugkomen. In Amsterdam heb je her en der... Ik ken Rotterdam niet genoeg, maar in Amsterdam heb je... nu bijvoorbeeld dat tussen de rails wordt steen weggehaald... en wordt in ieder geval ook groen, worden alle plantjes neergezet. Voor zover dat dan mogelijk is dat de tram eroverheen kan, zo dat soort zaken. Je hebt nu architecten die hebben zo'n systeem van... binnen 3 meter moet er een boom staan, binnen 30 meter... moet je een parkje hebben, binnen 300 meter moet je een bos hebben. Dat moet gelden voor iedere stadsbewoner. Er zijn heel veel voordelen. A, de lucht is veel beter, CO2 wordt opgenomen, groen in je omgeving maak je een optimistischer mens, een vrolijker mens, een aangenamer mens, minder gestrest. Dat zijn allemaal de voordelen van groen in je buurt. En dan ga je ook lekker eten, heb je beter welbevinden. Ja. Dan zit je ook lekker in je vel. Ja. Ja, dat heeft dus te maken met dat tuintje van 30 meter op afstand. Ja. En dus veel architecten zijn tegenwoordig daarmee bezig om dat groen overal te krijgen. Kijk, ik zag hier ook, daar, je had zo van die getrapte piramideachtige huizenflats. Maar je zag geen groen daarop. Maar dat zou allemaal groen kunnen worden. Dat moet allemaal kunnen. En vroeger, ook bijvoorbeeld, vroeger was het natuurlijk ook het idee van... hoe breng je nou die lokale voeding de stad in? Want dat is allemaal ingewikkeld met zware auto's, et cetera. Maar we hebben nu allemaal... er zijn overal elektrische bakfietsen en weet ik het allemaal nog niet meer. Dus de infrastructuur van een stad met distributiekanalen... Dat moet je daarop afstemmen. Het gekke is dat een stad wordt nu wel... de infrastructuur van een stad wordt nu wel afgestemd... op wat we uitpoepen, maar niet op wat we in onze mond stoppen. He, dus riolen hebben we wel, maar zou ook omgekeerd moeten natuurlijk ook die toevoer van lokale productie veel beter zijn. Terug naar de buurtmarkten en de voedselhallen. Ja. Niet de voedselhallen voor massaconsumptie, maar echt het authentieke voedsel neerleggen. Ja. En dat laatste, biotechnologie als oplossing. Dan hebben we het vraagstuk overvloed versus schaarste. Ja. Jij kent Wageningen als geen ander. Yeah. En je kent de niet-Wageningen ook als geen ander. Hoe ziet voor jou die toekomst eruit? Nou ja, kijk, ik denk DNA-analyse, genetische analyse, biotechnologische analyse... dat hebben we nodig, dat is zinvol. Maar ingrijpen... in het genenpaspoort of in het genoom van planten en dieren... daar weten we veel te weinig van. Dus ik vind dat we daar echt... Dat moet je niet doen. Dat heeft geen zin. Er zijn andere processen die veel beter... waar we veel beter op kunnen inspelen. Zoals die bodemprocessen. Ook daarvoor overigens heb je wel DNA-analyses voor nodig. Dat is gewoon best interessant. En of allerlei andere soorten analyses. Dus dat... Ja, weten wie er leven en dan uitzoeken hoe... Ja, en waarom het ene wel iets een negatief effect oplevert... inderdaad van ongezonde schimmels en, of laten we zeggen, parasitaire schimmels, et cetera... en de andere niet. Ja. En ook de effecten van bijvoorbeeld bepaalde schimmels op ons lijf en zo. Dat soort dingen, dat kun je best goed onderzoeken. Dat ben ik wel. Ben ik nog iets vergeten te vragen aan jou? Nou ja, die voedselvaardigheden, daar hebben we het wel over gehad. Hè. Voedselvaardigheden is wel voor mij echt wel een heel centraal punt. En dat betekent, dat geeft meer vrijheid. Dat je dus inzicht hebt, ten eerste natuurlijk ook in het fake nieuws, in de leugens die er door de industrie worden neergezet. Maar dat je dus ook zelf positief weet van wat vind ik interessant, wat wil ik weten als achtergrond of als voorgeschiedenis van de producten die ik heb. En natuurlijk ook wat kan ik doen met mijn handen, met mijn vingers. Die smaakontwikkeling. En het gekke is dat je, net als je spieren, moet je dat blijven onderhouden. Anders verlies je je smaken weer. En daarmee heb je de transparantie en de authenticiteit van voedsel weer op de kijker zitten. Ja. En daardoor kan je niet meer misleid worden. Ja. Ja. Door wat de marketeers zo goed kunnen. Ja, ja. Want die misleiding is behoorlijk in de wereld van de voeding. Heb je genoten? Ja. Dankjewel voor je vragen. En leuk. Ja.
Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of doneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl. En dan mis je geen editie meer. En ook rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!